Dus als we niets doen, if we no do next, we dead in a film. Hoor ik u zeggen dat het wordt wel moeilijker in Suriname, want het is nu al moeilijk in Suriname, economisch gezien. Maar als we volhouden, komen we er samen wel uit. Ja, dus kijk, de moeilijkheid ga je zien in de inflatie, hè? Dat je koopkracht wat minder wordt. Hè? En die inflatie moeten we met z'n allen omlaag brengen. Dat is een monetair vraagstuk, hè? Waar je bepaalde maatregelen moet treffen. Laat maar zeggen dat als we deze maatregelen uitvoeren, dan wordt het leven weer een beetje genormaliseerd. En je gaat zien dat bedrijven dan weer lonen kunnen aanpassen. Hè, de overheid kan ook aan koopkrachtversterking doen. En na een tijdje zie je dat, ja, als we meer productie hebben, meer geld verdienen, meer exporteren, dan loopt het allemaal weer een stuk beter. Meneer Schalkwijk, niet elke burger, niet elke Surinamer is het erover eens dat we door een moeilijke periode moeten gaan. Ik ben zelf moeder van 2 kinderen. Het is best wel moeilijk om de eentjes aan elkaar te knopen. Dus ik kan de burgers begrijpen. Heeft u daar ook begrip voor? Helemaal. Denkt u dat de regering dit met plezier doet? Toch? De regering die zit echt niet van, hey, hoe gaan we die burgers pakken? Nee, de regering probeert te kijken van wat is het beste. Dus vandaar dat het is van, goed, we moeten een plan hebben, omdat we anders, en die wisselkoers nogmaals, het is uitgerekend door onafhankelijke deskundigen, die zouden dan volgend jaar weer naar 70 of 80 gaan. En zelfs ergens in 2025 naar 300 zoveel. Dus als we niets doen, if we no do next, we dead in a film. He, dus vandaar dat het herstelplan is geeft de mogelijkheid om systematisch de crisis te bezweren en het herstel weer in te zetten en te komen tot economische groei. Duurzame economische groei? Dat is de bedoeling. Er komt na dit herstelplan een meerjaren ontwikkelingsplan en die moet zorgen voor die duurzame economische groei. Als iedereen gewoon 8 uur per dag werkt, zoals het hoort, dan zijn we al met z'n allen sneller uit de problemen. Maar als we allemaal aan de kantlijn blijven staan en iedereen wil vrolijk verder gaan zoals het was, dan gaat het niet lukken.